En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Vindt u dat er nieuwe verkiezingen moeten komen? Nou, ik denk, laten ze het eerst maar zo proberen. Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ja, ik hoop dat er nieuwe verkiezingen komen. Want toch wel, maar bijvoorbeeld dit jaar al? Ja, zo snel mogelijk. Nee, laten we niet doen. Oh jee, dat is een moeilijke. Nieuwe verkiezingen. Ja, ik weet niet of het dan beter wordt. Eerder? Eerder dan normaal? Ja. Nee, ik denk niet dat dat... Ja, dat vind ik wel, ja. Voor mij hoeft het niet extra verkiezingen te komen. Ik vind eens in de 4 jaar helemaal prima. Moeten ze eerst eruit zien te komen in de gesprekken? Ja, vind ik wel, ja. Ja. Moet ze wel een kans geven, hè? Ja, nee. Want ze zijn steeds in overleg. Ja, ja, BBB ja. Heeft goed gescoord met de proteststemmen. Ja, ja, bedoel. Maar als ze er niet uitkomen... Ja, dan zal dat moeten, denk ik. Ja. Maar goed, zou je kunnen zeggen in het overleg... ze moeten er eigenlijk uitzien te komen. Het zijn toch volwassen mensen? Dat zijn het, ja, maar dan moeten ze ja, de principes opzij zetten en dat is erg moeilijk. Laten ze maar eens proberen om de puinhoop weer op gang te krijgen. Want je kunt wel veel kritiek hebben op de premier en op VVD, maar kan een andere partij het beter? Dat vraag je je af, hè? Ja, hoe gaan ze het oplossen? Ik weet het niet. Ik verdiep me er niet zo in, maar het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren. En dan moet de BBB het oppakken. En die zegt dan, we gaan nieuwe verkiezingen doen en dan kijken we waar we dan uitkomen. Ja, dat is wel het beste, denk ik, ja. Ja. Maar de mensen die geloven er niet meer in. Ik zou zeggen wel afwachten, ja. En ik ben ook benieuwd hoe we over de 2 jaar weer voorstaan als we met z'n allen voor de Tweede Kamer gaan kiezen. Of het dan nog steeds zo uitgesproken is, maar ik denk dat er wel verandering zal komen tegen die tijd, ja. Met de BBB die zo goed gescoord heeft, dan zal het weer goed scoren, maar waar komen we dan uit, hè? Ja, dat weet ik niet. Dat is even afwachten. Kijken wat de mensen dat dan gaan stemmen. Nou heb je heel veel proteststemmers gehad. Dus ja. Kijken wat ze dan gaan stemmen. Er waren nu veel proteststemmen naar de BBB. Ja. En je kunt je natuurlijk afvragen, hun doen het anders. Is dat de goede weg? Ja, dat moet allemaal nog blijken. Hè? Want het is wel een grote overwinning, klopt. Maar ja, ze moeten het ook waar zien te maken. Hè? Ja. Ja. Het is wel moeilijk.